allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag 25 juli en het is baggerweer. En kijk maar naar buiten. Het is nu 12 over 12. En vandaag ga ik niet echt zoveel iets boeiends doen. Ik denk een beetje mijn kamer opruimen. En vandaag wordt ook de winnaar bekendgemaakt van de Instagram actie. Niet door mijzelf hoor, maar door Kai van Be Brave. Je had iets van de 100 nog wat gehaald op Instagram. En dan kon je idee insturen voor iets leuks om met hem ooit een keer te doen. Nou, ik heb natuurlijk ook meegedaan. En ik had een helikopter vliegen. Dus dat lijkt me echt heel vet. Dus als ik win, ga ik natuurlijk ook voor jullie vloggen. Dat wordt super chill. En ik ben nog steeds blij met mijn panda beer. Super handig. Waarom is het handig? Het is gewoon super soft. Of nee, super zacht en zo. En als jullie deze vlog zien, is het super leuk. Dus, of is het bagger. Dus, gisteren is de vlog niet zo lang geworden, denk ik. Dan moet ik ook nog editen. Ik ga mijn kamer een beetje opruimen, want dit is niet mooi. En ik heb best wel een hele drukke planning. Ik heb alleen nog maar vandaag en morgen om dingetjes echt te doen voor YouTube. En vooruit te werken. En maandag ga ik winkelen met mijn moeder. Dinsdag met Sophie en Masha. Iets doen. Woensdag met Carmen. Donderdag met Renoir. Dat wordt super leuk. En ja. Ik ga lekker ontbijten. En want ik heb best wel maar. En het is al best wel. Laatst nu al bijna kwart over. Over 2 minuten is het kwart over. Ga ik lekker ontbijten. En dan zie ik jullie zo weer. Het is dus nu al een paar uur later. Het is nu bijna 6:55. En ik heb heel weinig gevlogd. Omdat er niet zoveel points was. Te doen. Ik ben ook weer lekker in slaap gevallen. Het weer zit wel weer mee. Het was echt gewoon stormy-achtig. Ik ga zo meteen eerst even dansen, want dat heb ik ook weer gesport vandaag. En dan ga ik deze bende opruimen. Ja, ik zet gewoon de bende op internet. Boeit me ook echt niet hoe ik eruit zie. Met mijn haar en shit. Dit is wel netjes op zich. En dit moet ik ook nog even uit gaan zoeken. En dit gaat eindelijk weg. Dat staat er ook al bijna 2 weken. Dus dat moet echt weg. Ik ga mijn kamer een beetje opruimen. Een beetje kijken wat ik wil gaan meenemen. Qua kleding. En ik heb hier mijn planning liggen voor de komende week. Nou, hier heb ik dan... Ik zou met Jamira chillen, maar dat gaat niet door. Met mijn moeder, dinsdag... Dit heb ik een beetje onscherp gemaakt, dat je niet echt heel ziet. Want ik ga ook ergens wat leuk doen, wat geheim is. Dat wordt leuk. En dan wil ik eindelijk gaan beginnen aan de fotomuur. Met de foto's van de HEMA. Ik zit een beetje te denken van, ik wil het daar doen. Kijk, ik ga het voor laten zien wat mijn gedachte was. Nou, eigenlijk van Cindy. Kijk, stel ik heb hier wat foto's. Ik pak er gewoon een stuk of 2. En dan dacht ik, is het dan niet leuk als ik het bijvoorbeeld zo doe? Zeg maar, dat je het echt over elkaar zeg maar zo ziet. Dus, waarom willen ze nou dit? Ik kan het natuurlijk niet meteen. Dat het dan zeg maar zo wordt. En dan deze hele muur vol met leuke foto's en herinneringen. En ik heb gewoon hier wat foto's die ik wel leuk vond om uit te printen. Er komen er binnenkort wel heel veel bij. Misschien, maar elke keer als ik bijvoorbeeld foto's heb die leuk zijn. Bijvoorbeeld leuke herinneringen. Die wil ik dan op die muur gaan plakken. Dat wordt super leuk. En ik hou echt van dat ding. Is dat weer leuk. En ik ga even mijn kamer opruimen en wat dingetjes doen. Even eerst dansen, want dat ga ik eerst doen. En dat doe ik dan meestal met mijn koptelefoon op. Ik heb de koptelefoon van de HEMA. Dat is deze, Bluetooth. Want in mijn telefoon, zeg maar, hierboven, past geen draadje meer voor mijn oordopjes. Dus dan moet ik wel met mijn koptelefoon oplopen. Maar ja, dat vind ik ook niet heel erg. En dit ga ik even helemaal opruimen en zo. En ik ga even die foto's uitzoeken, welke ik wel en welke ik niet wil ophangen. Misschien nog wat hier en daar bij knippen. Want deze,
Er zit zo'n witte rand omheen. Dat vind ik niet echt heel erg mooi, zeg maar. Dus misschien knip ik het uit. Je weet niet zelf. Je weet het niet. Dus dat. Ik ga eerst lekker even de ramen opengooien. Want het is echt warm binnen hier. Kijk. Kijk, hij is daar aan het sporten. Heel sportief. Is hij bezig. Even deze raam opengooien. Zo. De ramen zijn open. En hij keek me net heel erg raar aan dat ik mezelf aan het fotografen was. En de ramen zijn open. En dit moet opgeruimd worden. Dus dat ga ik nu doen. En ik ga eerst dansen, opruimen. En dan weer even een half uurtje dansen. Dus dan zie ik jullie zo weer. En oh ja, vandaag maakt Kai ook de winnaar bekend van de Instagram-veiling. Of de Instagram-veiling, de Instagram-actie. Dus als ik heb gewonnen, dan horen jullie dat ook wel in de video of in deze vlog. En dan ga ik eerst lekker nu even dansen. Dus nou, tot zo. Het is al wat later. Het is nu al 9:30. En ik heb nog steeds niks boeiends gedaan. Maar ik wil jullie wel wat uitleggen. Want morgen en vandaag de vlog. Die zijn niet zo heel erg interessant. Omdat dit gewoon echt de laatste twee dagen zijn. Morgen is dan de laatste dag. Dat ik gewoon lekker op gemak lekker kan chillen. En dan de komende 3 weken heb ik elke dag wel wat. Dus ja, tuurlijk, het ligt ook aan mezelf dat ik het plan, maar ik wil ook gewoon voor jullie leuke vlogs hebben. Dus dat is wel chill. De winactie van Kai is vandaag bekendgemaakt. Ik heb helaas niet gewonnen, maar een ander meisje genaamd Celeste heeft gewonnen. Ik gun het haar echt met alles, zeg maar. Dus gefeliciteerd. Het is nu echt soep weer. Sorry. Hier word je echt niet gelukkig van. Ik zweer. Donkere wolken. En vannacht lag ik in bed en er ging ineens onweer. Ik zag het om mijn muur, zag ik het. En ik zat als van, nee. Dit mag niet gebeuren. Het slaat in. Sorry. Dus ik ga zo meteen lekker naar beneden om met mijn moeder te chillen. En met mijn stiefvader te chillen. En de vlogs bewerken van gisteren en van vandaag. Want die kan ik dan ook al uploaden. Die van vandaag ga ik nog niet uploaden natuurlijk. Maar die van gisteren wel. En ik weet nog niet hoe ik de titel noem. Maar dat zien jullie wel. Dat hebben jullie al lang gezien. Dus ik ga binnenkort ook weer weg naar Antwerpen. We zouden eigenlijk 2 dagen gaan. Maar we gaan nu maar 1 dag. Omdat ja, dat kost te veel geld. Het hotel en shit. Dus we gaan maar 1 dag. En dan komt Ines in de avond bij mij slapen. Dus dat wordt super chill. En ik denk dat ik ook maar heel even de vlog ga afsluiten. Voor nu zie ik jullie morgen weer. En sorry. Voor deze saaie vlog. Met alleen maar gepraat van mee en niet iets leuks te doen ofzo. Dus ik zie jullie morgen weer. Doei.